Nieuwe week, nieuwe oogst, nieuwe kansen. Welkom bij weer een nieuwe oogstvideo van Gelukkige Groentes. We zitten voor op de tuin bij de bonenkruid. En bonenkruid, heerlijk kruid. Doet een beetje Italiaans aan, gaat goed bij de boontjes. Gaat heel goed. Je plukt gewoon wat stengeltjes af en dat kun je vers in je gerecht gaan gebruiken. Smakelijk. Oké, de volgende oogst is de spitskool. We hebben een aantal mooie rijen met spitskool. Dus je kunt tussen alle rijen in kun je de spitskool oogsten. De spitskool die oogst je op de volgende manier. Je kunt het blad eromheen, totdat waar die compact wordt, kun je eindelijk naar beneden drukken. Zoals je ziet. En wanneer je hem naar beneden hebt gedrukt, pak je je mesje erbij. En dan kun je hem zoals je op het stekkertje ook ziet. Nou, het regent een beetje, dus het mesje is wat natte. Zo, ja, duwt even, ja. En dan snij je hem onder de stronk eraf. En dan heb je een mooie spitskool. Yes, we zitten rechts achter op de tuin. En hier hebben we een nieuwe snijsla mixende oogst. Die stond eerst helemaal voor, dus loopt nu naar de andere kant van de tuin. En daar kun je een mooi bedje snijsla vinden. Smakelijk! Oké, de bindsla die voor op de tuin staat is inmiddels naar de voedselbank. Dus we hebben nog een mooi bedje achter op de tuin. Kun je ook weer de bindsla vinden. Dicht bij de snijsla, dus misschien kun je hem mooi mixen. Yes, ook op het tweede stuk op het midden hebben we zomerpostelijn in de oogst. Zomerpostelijn lijkt een beetje op de vetplant. Ook een mooi gewas voor in de sla of om een salade van te maken. Je snijdt hem eigenlijk gewoon 1-2 centimeter boven de grond weg. En dan heb je een mooie input voor je salade. Aan de andere kant vinden we de courgettes. En waar we begonnen met 1 courgette per abonnement, zien we nu dat er ontzettend veel courgettes aankomen. En dat je dus gewoon lekker courgettes naar gelieven kunt gaan oogsten. Smakelijk.